Veel van onze acties die waren niet van een verbeter karakter, maar waren ludiek. Dus als bijvoorbeeld happenings werden verboden, dan hielden we een ludieke happening. Zo hebben we bijvoorbeeld, toen de bijeenkomsten op het Spui verboden waren, hebben we een keer op straat krenten uitgedeeld. De krent is symbool van de liefde. Wij deelden dus liefde in de vorm van krenten uit aan de mensen op straat. Maar niettemin kwam de politie om ons te pakken dat we krenten uitdeelden. En op die manier staken wij wel de draak met het verbod op happenings. En begonnen de mensen te lachen en op onze hand te raken. En hebben we het gewonnen, want ja, nu kan iedereen op straat een happening houden zonder dat de politie ingrijpt.